Yo, gasten van de GameTel, welkom terug bij weer een nieuwe Super Mario Maker. Vandaag ga ik eventjes wat anders doen, want ik kreeg aardig wat reacties met de vraag of ik mijn eigen levels een keer wilde gaan maken. Nou, heb ik dat eigenlijk nog nooit gedaan in Super Mario Maker, dus ik heb eigenlijk ook geen idee of ik daar goed in ben. Maar toch leek het me wel leuk om te gaan kijken naar de editor, of tenminste de levelmaker in deze aflevering. Dus doe lekker even een duimpje omhoog. Misschien dat ik zelfs aan het einde van de aflevering nog even één leveltje speel van jullie. Maar dat zien we dan alweer. Wat ik eerst even wil laten zien, is dat je dus blijkbaar in het startscherm al gewoon kan spelen. Holy shit! Je kan gewoon... Wow, je kan hier gewoon al, het is al gewoon een level dit. In het fucking startscherm zit gewoon al een level. Hoe vind je die dan? Ik weet alleen niet of er veel te doen is in dat level. Dat wil ik dus nu even kijken. Het kan kloppen dat je geen geluid hoort. Dan moet ik nog even aanzetten. Maar dan moet eerst de achtergrondmuziek even uit. Dat ga ik nu doen. En dan moet ik nu even de muziek aanzetten van de game. Kijk, zo doen we dat. Hoppatee. Kijk, want je kan hier dus... Buiten dit leuke liedje om. Kun je dus... Oh, gewoon spelen. Oké, wacht. Dit gaan we doen. We gaan dit doen. We gaan zo. En dan... Nee, dat was heel dom. Maar nu hebben we dit dus gehaald. En nu ben ik benieuwd wat er gebeurt als ik dit gehaald heb. Mario time. Ja, en nu? En nu? Wat gebeurt er nu? Oh, dan kun je weer opnieuw beginnen. Oké, we gaan bouwen. Vandaag, we gaan bouwen. Enkele ogenblikken later. Wil je dit even dichtmaken zo? Nee, wacht, dat is lelijk. Ja, trouwens, doe maar gewoon. Zo, dit is dicht. Ja, weet je, dit gaat nou wel helemaal nergens over. Kijk hoe lelijk dit is. Dat komt daaruit. Oké, we gaan even spelen. Hier komt iets uit. Oh, wat zit daarin? En nou ben ik een fucking dit. Oh, dit is gewoon random. Je wordt gewoon random shit hieruit. Oh, dat is wel lachen. Ik ben nou een Goomba namelijk. Ja, maar jongens, dit is dus waarom ik geen levels maak, want dit is fucking lelijk. Kijk deze Mario raar zijn dan. Hier, we gaan Mario Kart. Weet je wat ik ga doen? Ik ga maar weer gewoon levels van jullie spelen, want dit slaat helemaal nergens op. Dus ik ga maar gewoon levels van jullie spelen. Het eerste level is van deze man, Bart. Yo, Timo, wil je mijn level spelen? Thanks. Ik ga het doen, jongen. Ik ga je code nu invullen. Let's go. Alright, Bart. Ik ben benieuwd wat jij voor level hebt gemaakt. Dit is cool level. Oké. Laten we het gaan proberen. Succespercentage 14%. Zeg niet alles. We gaan het gewoon doen. Let's go. Pa, pa, pa. Alright, we gaan eerst groot worden. Oh, wacht, dit is weer zo'n random ding. Oh, dit is... Welk spel is dit ook weer? Met die verschillende Mario's? Het zal wel. Hop, hier, ze zijn nou al weg, maar dat maakt niet uit. Oké, oh. Ja, joh. Het is wel een cool level, maar het ziet er wel moeilijk uit. En dan gaan we zo. Kijk, dat ging al goed. Hier, we gaan jou eruit halen. Hier, en dan zitten we in die schoen. Ik weet alleen niet meer wat we precies met die schoen kunnen. Ik weet wel dat we die kapot kunnen maken. Dan zo kunnen doen. En dan zo. Kunnen we niet even hierin of zo? We gaan gewoon... Ja, we staan erop. Oké, boom. Boom. Hartstikke goed. En nu even wachten. Tot de stomme bloem weg is en erin. Hoppatee. Alright. En nu zijn we hier. Binnen. Oh, wow. What the fuck. Dat ding schiet nogal hard bommen af en zo. Ik weet niet of het jullie opgevallen was. Mij wel namelijk. Oké, ik moet daar snel overheen. Hulp rennen. Oh, wat? Checkpoint. Oké, checkpoint. Hierin. Hoppatee. No worries, man. Alright, daar gaan we weer. Oh shit, van die hamergastjes. Ik kan niet tegen de hamergastjes. Zo, bitches. Hup. Die wil ik hebben. Wat, ben ik Cat Mario of zo? Of wat is dit? Cat Mario. Het lijkt op Cat Mario. Hier, kijk. Geheime power switch. Hier, geheime power switch. Dit is best wel cool gedaan. Dit doet me heel erg denken aan de oude Mario's. Maar nu ga ik zeker vallen. Hallo? Oh, dan gaat hij terug. Oh, oké. Ik kan hier nog een coin pakken. En dan zo. En dan gaan we gewoon springen. Kijken waar we uitkomen. Geronimo! Wow, checkpoint. Oh, dat deden we goed. Ja, hoe de fuck moet je zoiets doen dan? We gaan gewoon zo. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Oh ja, ik snap hem. Kijk, we gaan zo. We hebben het gehaald, jongens. En dan zo. Bam! We hebben het gehaald. Oké, dat was best lastig, eerlijk gezegd. Als ik heel eerlijk mag zijn, was het eerlijk gezegd best wel lastig. Maar ik voel me weer goed. Dankjewel, Bart, voor jouw level. Hij was inderdaad best wel cool. Door naar de volgende. De volgende level is van... Retro Games NL. En die vraagt, speel dit level Chain Chomp Attack. Klinkt spannend, laten we het gaan doen. 15 mensen hebben het al geprobeerd en niemand heeft het gehaald. Ik ga gewoon de eerste zijn die dit gaat halen, jongens. Let's go. Ik ga de eerste zijn die dit gaat halen, yo. Oké, dat ziet er gevaarlijk uit, dit. Met die hond. Ja, ik wilde net zeggen, kijk uit. Yo, mij pak je niet, oké. Hier kan hij ons niks doen. Ofwel. Oh! Oké, ik dacht dat hij ons niks zou kunnen doen daar, maar blijkbaar wel. Waarom gaat hij er niet in? Oeh, dit zijn heel veel fouten, that's what she said. Oké, go. Ga. Schiet op. Vallen. Go. Hij zit ons achterna.
Hij zit ons achterna. Hij zit ons achterna. Let's go. Let's go. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Ga weg. Ja, wow. Wow, oké. Ik ben... No! Hij kwam echt tien terug. Oh, sorry voor mijn taalgebruik. Oeh, dat ging me net goed. Oh, hier overheen. Snel, go. Please don't kill me. Up, ik doe niks mis. Ik ben heel aardig. Ik ben gewoon een kleine Mario. Oké, ja, dit gaat goed. Oké, ik weet niet wat daar gebeurde, maar het ging goed. Oh, kan ik dat spookje gebruiken voor iets? Ik kan het spookje. Of in het wolkje. Maar wat kan ik daar nou mee dan? Kan ik hier nou overheen of zo? Hallo? Wat heb ik nou in dit fucking spookje? Helemaal niks. Hij is al weg. We hebben een grote Yoshi of zo? Oh, we hebben twee Yoshi's. Altijd handig. Oké, we krijgen nou eerst een bloemetje. Kijk, dat komt goed uit. Dit is wat ik wil. Oh, wat is dat daar? Bowser. Weg. Oh, wat moet ik hier nou doen? Moet ik hier nou naar beneden of wat? Wat was nou de bedoeling? Moet ik nou helemaal opnieuw beginnen? Ah, nee! Wat was nou... Pfft. Dan gaan we nou naar Bowser. Denk ik dat we dat moeten doen. Rennen. Hierin. Ja, oké. Ik ben onder Bowser doorgered. Hij sprong net omhoog. Oh, en ik heb het gehaald. Oh, oké. Ik hou van het liedje. Ik ben de eerste die hem gehaald heeft, jongens. In ieder geval, top level. Dankjewel, jongen. Ik ga er nog eentje doen. Volgende level komt van IJzer. Kies dit level vet random. Oké, ik ga dit level gewoon vet random kiezen. Let's go. Oké, hij heeft het level ook echt dit is een level genoemd. We gaan het zien. Let's go. Allright, daar gaan we, jongens. Dankjewel. Oké, we gaan nu... Oké, wow. Al die fucking Goomba's. En al dat blije gedoe. Waarom? Zo, en nu. Ik moet die hebben. Kom terug. Wat? Alright. Snel die pakken. Ja, en nu? Nu kan ik omhoog, toch? Ja, ik kan dit doen. Ha. Ik weet het, want ik heb op de Wii gespeeld. Hop, niet op de Wii U. Ah, nee! En nu ben ik fucked. Nu kan ik gewoon net zo goed gewoon zelfmoord plegen. Doei. Jammer. Ik moet gewoon meteen die pakken. Nou moet ik gewoon zo doen. Kijk, en nou kan ik hier omhoog klimmen. En dan kan ik zo doen. Oh, er zit daar een Yoshi. Ik wist helemaal niet dat het kon op de Wii. Maar ik ga eerst even zo. Naar Yoshi. Oh, ik kan... Zieke achterwaartse salto. Kan ik nou... Ik kan nou dit. Natuurlijk kan hij dit. Oké, ik weet alleen niet waar ik nou heen moet. Go. Omhoog. Ba-ba-ba-ba-ba-da. Ja-ta-ta-ta-da. En nu? Volgens mij kan ik helemaal niks met de Yoshi hier, hoor. Nee, ik moet omhoog walljumpen zo. Kan ik hierin? Hey, hoe kom ik nou hieronder dan? Oh, zo dus. Wat de fuck gebeurt er? Wat is dit, jongens? Ik probeer het gewoon te halen en het lukt niet. Ik moet dus gewoon klein worden of zo? Oké, wat nou als ik me even kleiner laat maken? Ja, dan ga ik hierin. Dan kan ik door die deur. Maar dan zit ik vast. Dus ik kan terug. En dan ben ik weer terug. En dan moet ik dit doen. Oh, en dan val ik dood. Oké, dan moet ik daar naartoe. Ik snap het. Wat een naar level dit, zeg. Oké, fuck dit. We gaan hier gewoon niet heen. Oh, wat is dit? We gaan gewoon die pijl achterna. Zal alweer een troll zijn. Oh, nee. Dankjewel. Nee, was geen troll. Oh, wacht. Ah, ik heb weer... Oh, hallo? Oh, wat is dit voor Cap Mario-achtig iets? Maar ik kan als het goed is. Nee! Wat een troll! Nee! Hij heeft het helemaal dichtgebouwd! Godsam, dit level! Wat een troll level! Echt, ik zweer het! Nee, ik sprong weer verkeerd. Laat me eruit! Oh my god. Ik moet en zal die finishlijn halen. Nee! Oeh. Oh! Hier is mijn redding. Nee. Pak hem. Pak die. Hij zit daar. Die heb ik nodig, die ene. Oké, die moet niet daarheen. Hij moet terugkomen. Ah. Oh. Wat nou? Als ik die ene pak en dan in die deur ga en dan haal ik het. Ja, oké, boom. En nu ga ik hierin. En nou let op, hè. Ga ik zo. En dan... Yes!
Oh, ja. Dit troll level was de ultimate troll. Ik voelde me gewoon alsof ik Cat Mario aan het spelen was, maar het was gewoon Super Mario Maker. IJsje. Ik denk dat IJs, sorry. Jij bent een troller. Echt een troller. Maar toch bedankt voor je level. Ik vond het weer een superleuke aflevering. Mensen, bedankt voor het kijken. Vond je hem ook leuk? Duimpje mogen natuurlijk niet vergeten. Zoals je ziet ben ik niet zo heel goed in het maken van levels, dus ik blijf toch liever bij het spelen van jullie levels. Misschien dat ik een keer in het weekend of zo even een level ga maken en dan laat ik hem wel aan jullie zien als ik er trots op ben. Maar tot die tijd, laat je levels achter in de reacties en zeg ik bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Ciao! We'll be right back.